is dat als ik vlees eet, want ik hou van eten, ik hou van vlees, maar dan wil ik dat niet meer in die anonieme supermarkt kopen. Maar het ideaal is dat je de mensen toegang geeft tot lokaal voedsel. We moeten het over dierenwelzijn hebben, we moeten het over milieu hebben, maar we moeten het ook over mensenwelzijn hebben. Samenwerking in de keten, dat lijkt prachtig, dat lijkt heel mooi, iedereen wil het, maar het is helemaal niet zo voor de hand liggend als het lijkt en zeker niet zo makkelijk als het lijkt. Hoe groot deel van het voedsel wat wij hier bijvoorbeeld in Amsterdam eten is naar schatting lokaal geproduceerd? Hou je vast. Er zijn onderzoeken naar gedaan en wat er nu hier gegeten wordt in Amsterdam, inclusief horeca, dus wat er geconsumeerd wordt, komt 3% uit de omgeving. Dat is eigenlijk weinig. Onze ambitie ligt iets hoger. Ja. Als je alles wil doen, dan doe je alles net niet goed. We moeten heus niet denken dat korte ketens alle gewone ketens gaan vervangen. Dat is ook onzin. We moeten onze citroenen echt niet hier gaan telen enzovoort. Iedereen die zit nu het wiel opnieuw uit te vinden. Maar die stadsbewoner die gaat niet de hele tijd naar het platteland en eens even een kletspraatje maken. Want ik vind iemand moet het doen. Dus als je er niet aan begint, gaat het nooit van de grond komen. Als jij meer moet doen dan je buurman, of je collega moet ik zeggen, dan begint het al ingewikkeld te worden. Ik ben mijn bedrijf begonnen op zo'n manier dat ik tijd had om aan die paraplu van ondernemingen verbinden te kunnen werken. We willen het systeem veranderen. Daar zijn we mee bezig en het is niet iets wat in 3 weken gefixt is.